Welkom dames en heren bij een extra uitzending van Shownieuws. Voetbal international iconen René van der Gijp, Johan Derksen en Johan Boskamp zijn gesignaleerd in een gay club, in een paaldansclub voor heren. Dit opmerkelijke feit deed zich voor gisternacht. René van der Gijp was gehuld in een roze string en oefende alvast op roze zuurstokken die hij op de kermis had gekocht. Johan Derksen, die at roze koeken op weg naar de saunaclub voor gays en hij had zich van tevoren intiem laten scheren door een gay-kapper die zijn Sinterklaasbaard tussen zijn benen heeft getrimd, waarna de kapper het geile bevergeil van Walrus Derksen in zijn ogen kreeg. Het liep de spuigaten uit. Johan Boskamp was gehuld in een roze Japanse worstelaarsluier en hij at een roos varken aan het spit op weg naar de saunaclub. Al daar aangekomen bevonden zich ook Ronald en Frank de boerenpummels. Zij allen werden op de proef gesteld door de volledige selectie van Ajax, die met de roze elementen in het nieuwe thuisshirt op verdekte wijze tracht aan te geven dat de hele selectie van Ajax homoseksueel is. Tot zover het speciale nieuws, de speciale uitzending van Shownieuws.